Het is weer zover, het heeft lang geduurd, maar eindelijk weer een nieuwe aflevering in Disneycraft 83. En in deze speciale aflevering gaan we wat vets doen. We zijn namelijk er met twee mensen. En wie dat precies zijn, jullie zien het al, maar je weet niet wie er misschien achter zitten, zie je na het intro. Oké, people, let's go to work. Nou, je hoort misschien nog op de achtergrond het hele rare 1 april grapje van Minecraft. Het stone en waar je op loopt. Maar we hebben hier onze grote vriend Leroy. Hallo. En Leroy heb ik ontmoet in de Efteling eigenlijk voor het eerst. In het echt. Ja. En dit is Kelly. Ja, hi. Hallo Kelly. En Kelly Girl, die zijn allemaal draakjes. Is dat, wat is dat toch? Joshi. Ja, Joshi. Ja, Kasteelvuur ook al. Ja, maar Kasteelvuur is eigenlijk de oprichter, want hij is eigenlijk de officiële Joshi. Oh, Dino. Nee, Leroy. Leroy, dat was eerst. Ik had hem echt vanaf eerst. Ik heb hem echt? Veranderd. Ja. Nooit veranderd. Oh, oké. Want ja, jou kan ik ook herinneren. Maar ik dacht dat Kasteelvuur de oprichter was. Maar die heeft hem dus gejat van jou. Ja, weet ik niet. Eigenlijk. Oké, nou, je hebt wel allebei zo'n onschuldig kopie. Oh. Ik vind wel dat... Even kijken, wie kijkt het vriendelijkst? Ik kan niet echt een keuze maken, joh. Nee? Nee. Roze is het beste. Roze. Ja. Oh, die beerachtig vind ik liever. Kijk nou. Oh. Die vind ik eigenlijk nog liever. Echt een... Oh, die vind ik echt lief. Berenpakje met een konijnen... Nou, een beer met een konijnenpak. Echt leuk die. Kijk nou, wat een leuk kopje. Maar in deze aflevering gaan we niet naar berenskins kijken of naar drakenskins. We gaan wat speciaals doen, hè? Ja. We gaan namelijk een oldschool rondje doen. Ik ben vandaag gewoon een heerlijke bezoeker. En we gaan er gewoon een rondje op Disneycraft heen. Met de Shaders Pack die ik aan heb geïnstalleerd. Helemaal nieuw. Vanochtend gedaan. Stone. Jeetje. Een Chip en Dale staan hier te wachten. En we hebben hier onze grote vriend Walt Disney. En die dat is eigenlijk de directeur, hè? Mm-hmm. En hoe oud is die, weet je dat? Oh, dat weet ik niet. Dat is een oude man. Ja, ik denk rond... hij is natuurlijk al een tijdje dood. Ik gok hem nu een jaar of 40 of zo, hoor. Ja. Wat een lastige vraag. Ik had aan Leroy gevraagd... Vraag maar vragen ondertussen als je wilt doorlopen. Maar ik vond hem wel goed. Hele moeilijke vraag. Nou, we komen hier natuurlijk op het plein. Dat zal hij wel weten. Zeg je? Ik dacht, dat zal hij wel weten. Maar... Ja. Ik gok 35, 40. 35. Ja, dat denk ik wel. Nou, daar is natuurlijk het nieuwe VIP-huis wat je ziet. Is een aanbouw. Dat paars gaat pas weg als wij Disneycraft 2.0 gaan openen. En we kijken, daar zijn natuurlijk de VIP's. Het is gewoon de studio's. En daar is Craftventure Portal. Daar kan je nog steeds naar de Craftventure server. En het kraampje is weg. Daar zie je het. We hebben het kraampje. Daar is het gras. Ja, het gras, ja. Nou, hier hebben we de ingang. Mm-hmm. Welkom in Disneycraft. Nog steeds een eigenbedachte ingang eigenlijk. Een voorafje waar je doorheen gaat. En daar gaan we misschien nog wel... Ik vind hem heel leuk, want ik vind hem eigenlijk wel wat magisch. Muziek start al, zoals je hoort. Het is leuk, ja. Ja. Nou, hier hebben we Rein Hai. Die hebben we ooit eens gevonden, die skin, op internet. En die leek echt op een medewerker. Oh, de muziek zet ik iets zachter. Die staat echt keihard, hè? Of vroeger notebook. Moest je nog 5 coins betalen om binnen te gaan. Oh ja. Weet je nog wel. Klopt. 5 coins toen. Klopt. 5 coins. 5 coins. Dat was in het begin van het park inderdaad. Moest je 5 Disney coins kopen. Klopt. Wauw. Mm-hmm. En natuurlijk de allereerste aflevering met Bardo. Wat lang geleden alweer hoor. Die krokodilletjes, ja. Hè, die hebben we gezien in de Fata Morgana. Ja, klopt. Toen we in de Fata Morgana zat, toen maakte jij de opmerking. Hé, dat zijn de krokodillen van de ondergang van de aflevering 1. Vond ik zo leuk om te horen. Ik had nog later met de crew erover. Ik zeg, nou, dat is toch fantastisch dat jullie zo overdenken en zo. Dat jullie dat weten. Dat is ook wel leuk, toch? Die Donald. Ja. Nou, dat is de ingang inderdaad. Daar kom je binnen. Helaas doen de warpbordjes het niet. Daar moeten we echt binnenkort naar kijken. Vroeger was dat rechtsklikken met je muisknop op de bordjes. En dan ging je naar de attractie. En dat doet het niet meer. Dus je zou het even moeten intoetsen op je toetsenbordje. Zo dat is een beetje het nadeel. Nou, hier kom je binnen. Dit staat er toch al vanaf het begin. Wat staat vanaf het begin?
Ja, dit kasteel. Ja, deze, later hebben de lampen toegevoegd. Het kasteel stond er inderdaad, maar ze had nog niet zoveel details. Dus die palen die je ziet, die waren er later pas bijgekomen. Nou, die lichten waren er voor mij wel in, omdat het donker was binnenin. Maar die lampjes hebben eigenlijk een beetje het idee van de droomvlucht. Omdat die ook allemaal van die lampen hebben hangen. Oh ja, droomvlucht. En het is natuurlijk ook een kleurrijk kasteel zo. Vrolijke kleuren. Disney heeft natuurlijk altijd met kleurtjes werken, hè? Ja. En vooral deze research pack, je zult denken van, ongelooflijk, wat ziet dit er leuker uit. Disneycraft ziet inderdaad veel leuker uit met deze shaders mod. Als 2.0 gereleased wordt, ga ik een video maken hoe je dat installeert en hoe je ook deze shaders mod krijgt. Nou, de hele Main Street is natuurlijk al echt al 3 keer aangepast. De eerste keer zag het er heel lelijk uit. Echt, niet mooi. Ja. Dat hoorde toen nog bij jullie bouwstel, hè? Nou, niet dat het niet mooi was, maar het begin van Disneycraft, je merkt het verschil in bouwstijl, merk je wel. Het was uber lelijk. Ik heb hier een foto, laat ik nu zien, live aan de mensen. Als je even kijkt hier op de foto, dan zien jullie het oude en ik ga precies op het punt staan waar ik ook stond met precies dat fansrekje in mijn hand. En dan ga je kijken hoe het veranderd is als je de foto ziet van voor en na. Ik ga het proberen. Dit is voor het eerst dat we dit doen in een Disneycraft video. Maar echt ongelooflijk. Ik haal nu de foto weg. En kijk het verschil. Moment, ik moet de foto zoeken even. Die staat helemaal onderin. Let op. En tellen jullie af? 8, 2, 5, 6, 0. 2. Wow, dit is toch verschil of niet? Ik weet niet, ik sta er niet helemaal goed voor. Ik denk dat hij zoiets werd genomen. Maar dit is echt ongelooflijk. Ja, jullie zien het niet. Maar ja, er is echt heel veel veranderd. Als je kijkt naar het hele gebouw op de achtergrond. De kleuren veranderd. Disneycraft. Vroeger stond er zelfs Disney World op. Als je ziet. Het is echt leuk om dit even over te schakelen. Want wat een verschil, jongens. Disney World. Ja. Dat was een Fishnet World. Fishnet. Ja, dat hadden we ook nog een keertje. Ja. Is er heel lang. Trouwe member dit. Trouwe speler. Ik heb hier nog een foto. Ik zoom hem gelijk weer in. Zo. En deze foto, daar gaan we ook naartoe naar die plek. En dat vindt Leroy hem niet zo fijn. Want het is namelijk in de buurt van de houten achtbaan. Oh nee. Ja, het spijt me. Ik heb de dingen niet meer. Ik heb de... Hoe zeg je dat? Ik weet het niet. Ach. Ik heb die X-My Minimap heb ik niet meer. Maar als we nou... hier sta ik ongeveer nu goed. Kijk, ongeveer dit is het wel een beetje. Zie je het? Wat een verschil, jongens. En de boompjes in het midden die niet wouden groeien. Ik ken hem uit mijn hoofd. Ja, klopt. Ik ken hem uit mijn hoofd. Maar ik ben nou weer... Ik gedraag niet als een bezoeker. Wacht, ik ga weer even naar de grond. Ja. Zo. Ik heb niks gedaan. Zo. Waar willen jullie naartoe? Vind jij de mooiste attractie? Ja, wat is de mooiste? Wat is het hoogtepunt van Disneycraft tot nu toe? Oh jeetje, jongens. Ik denk dat de vraag van Jafar is echt een ontzettend mooie attractie. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Disney Tour, dan is dat ook een van de attracties waar we het meeste werk aan hebben gehad, ook. Maar ik denk dat die vraag van Jafar... Ja, we zijn... Weet je wat het was? Vroeger waren we wat slomer met bouwen en hoe verder we kwamen in Disneycraft, hoe sneller het bouwen ging eigenlijk. Dat is heel raar, maar het was gewoon zo. En ja, dus ja, joh, wat vinden jullie een hele mooie attractie, een hele grote? Misschien kan ik daar mee stemmen. Iets oudere, zoals de Wonder World of ja, de... Ja, dat vind ik een prachtige attractie, de Wonder World. Dat vind ik echt een prachtige attractie. Ja, zullen we die gewoon doen? Gaan we die in doen? In deze video, ja, de Old School Wonder World. Een van de eerste attracties in Disneycraft. Met de krokodilletjes. Of was dat de... Nee, dat was de... Oh, dat was de ondergang. Maar die straat... Ik denk dat de ondergang... Dat die denk ik wel de meeste... Ja, die is wel denk ik het moeilijkste met bouwen. En ik hoor leuke Disney muziek onder in het park. Die horen jullie ook als je de resource pack hebt. Hoor je ook gewoon die muziek. Beste Leroy, zou jij de attractie willen openen voor ons? Dat kan ik niet. Echt niet? Maar ik zie kasteelvuur. Ik heb VIP, normaal. Geen plus. Oh, echt niet? Oké, okay, nou dan gaan we even laten dat zien. Dat zit er alweer op, joh. Oh, het zit er alweer op. Oké. Okay. Zit er... Oh, nou, het is februari niet meer. Oké, okay, nou, we gaan hier door de ingang. Dit is de medewerkersingang. Ik zet even het geluid iets zacht, jongens. Ik vind het heel leuke muziek. Zo.
Hier zie je al een stukje uit de attractie. En Freeze Ink, jongen, die gozer heeft die skin nog nooit aangepast. Dat is mooi. Een verrassing. Wonderworld gaan we zeker ook aanpassen nog. En ik zie dat de karretjes alweer gebukt zijn. Dat is zo vaak. Ja, dat is zo vaak. Kom er maar uit, jongens. Huppakee. Oh. En waarom hoor ik nog die stomme 1 april Fools joke? Volgens mij wil Mojang me gewoon joken of zo. Het is zo vreselijk. Oké, zullen we even een privé-ritje doen? Dat niemand weet dat we openen? Oké, ik zal ze inrangeren. Oké, ik wil er zelf natuurlijk ook in, hè? Ja. Hou jullie een plekje voor me vrij? Ik wacht gewoon dat iedereen heeft gezeten. Of gaan we met z'n drieën in één karretje? Met z'n drieën. Nee, dat is... Kan ik vooraan voor de opname? Oh, Kelly, jij neemt ook op, hè? Ja. Hallo, Kelly. Sorry, okay, laat die gasten maar lekker zitten. Oké, okay, alweer als die Jet Jasper... Oh. Oké, daar komt hij. Kasteel wil vast wel op start drukken, denk ik. Dat hoop ik wel. Ik denk het wel. Druk jij op start? Ik vraag het maar even. Kasteel. Het kasteel heeft natuurlijk VIP Plus, oneindig. Dus die kan gewoon voor altijd VIP blijven in de server. En Kasteelvuur drukt meteen op start. En wij kunnen deze attractie gaan bewonderen. En ik zal heel kort uitleg geven. Nou, Wonderworld was eigenlijk de eerste... Vroeger was die niet hangend. Was het eigenlijk een baan. En moest het een beetje gebaseerd op... ook weer Droomvlucht. Omdat het toch een van de uniekste attracties blijft van Efteling. En toen op een gegeven moment kregen wij de mogelijkheid om een hangattractie te kunnen maken. En toen hebben we dat gelijk gedaan. En toen hebben wij dus de Wonderworld helemaal vernieuwd. En hebben wij er een hangattractie van gemaakt. En ja, het heeft een aantal scènes. Je speelt er ook af in de ruimte. Eigen bedachte scènes. En ja, het is een vrolijke, leuke attractie, vind ik zelf. Hij is ook heel mooi. Ja. Ik vind hem ook leuk. Ik vind hem echt, ja, ik vind hem ook leuk. Vooral, hij gaat hier donker in, hè. Oh, het is echt donker hier. Echt niet normaal. Je ziet echt helemaal niks. En dan kom je dadelijk in die prachtige lichtomgeving. Ja, het ziet er prachtig uit. Nou, die namen buggen nog wel een beetje met deze shaders mod. Wow, het is daar echt pikkendonker met de shaders mod. Dan zie je helemaal niks. Oké, kijk of ik de video settings, of het nog wat bright. Er staat op bright. Ik kan er niks van maken, jongens, even. Maar hier moet je kastelen zien. Dit herken je uit de Droomvlucht. Ja, met die vliegende klopt. Kastelen. Mm-hmm. Dit is ook een van de grootste ruimtes in de attractie, dit. We hebben, ik denk dat de Disney World, dat een van de grootste attracties is, denk ik. Dat de denk Disney ik World. Ook. Dat is wel een hele bijzondere attractie, vind met ik zelf. Een hele lange rit. Ja. Een hele lange rit, ja, zeker weten. Ja, die rit is echt heel lang. En sorry als mijn huid een beetje rood is op deze Disneycraft aflevering. Deze special. Mijn webcam instellingen zijn helemaal veranderd. En het is een beetje chaotisch allemaal. Hé, Kasteel! Kijk nou. Kasteel staat hier ook in de attractie. Hij loopt ook mee. Vliegt. Ja, echt hè. Maar hoe hij hier binnen kan komen, dat snap ik niet. Nou, ja, hoe komt hij hier binnen? Je weet daar vast wel een plekje voor. Oh, geloof jij hier zeker? Oh, hij bukt hem weer, ja. Ik probeer erin te glitchen. Ik zie het nou alweer. Oh. Oké, tof. Nou, dan kunnen we... Oh, er zitten al nieuwe mensen in de car. Nou, dan zal ik die voor hun starten en dan gaan we naar de volgende. Oké. Hoor. Ja. Start zo. Dan sluit ik de ramen weer. Stone, smash. Zo, en dan gaan we naar de uitgang, want hier kom je uit. En wat ook nieuw is aan deze attractie, is de laatste scène. Het laatste stukje, dat heb ik nieuw gebouwd later pas. Dat zijn twee beertjes die in de toren zitten. Ja, dat is later erbij gekomen. En ook het trappetje, de uitgang is verbreed naar twee blokjes, dus dat is ook nieuw. Ja, Kelly? Ja. Dus je hebt er niks van te zeggen, je bent helemaal stil. Ja, het is zo mooi. Is er een attractie, Kelly, die jij nog niet hebt gezien? In Zullen we even naar statusborden gaan? Ja, is goed. Nou, warp status kan je naartoe, warp attracties zelfs. En daarmee kan je dus een overzicht zien van welke attracties we hebben. En zelfs, je kan zelfs een overzicht zien van elke sprookje. Elk sprookje dat we hebben staan in de Sprookjesbos. En die staan allemaal beschreven op deze plek. Dus als je denkt van welk sprookje heeft Disneycraft in bezit. Dan kijk je gewoon hier. Dan heb je ook nog de mapkaart. Daarin zie je dus de volledige map van Disneycraft, hoe die tot nu toe is.
En dan kan ik, het is echt huge, ja, maar nog steeds niet af. En we willen er echt eventjes waard in zetten door gebieden af te maken. Dan heb ik het over het piratenstukje wat je daar ziet. De studio's komen natuurlijk compleet af. Daarbovenin gaan we het afwerken waar ook het nieuwe gebied van Atlantis gaat staan. We willen de downtown ook langzamerhand gaan renoveren. We hebben een nieuw gebied gebouwd. Ja, dit hele gebied wat je hier ziet, dat hebben we volgens mij ook al lang ingericht. Ja, dit staat helemaal vol, dit gebied. Dus dat is al helemaal klaar. Dit gebied staat helemaal vol waar ik met mijn muis gaat. Nou, dit gebied gaat nu langzaam volkomen. En dan krijgen we hier ook nog een nieuw gedeelte. Hier is nog vroeger waar bouwen, maar dan gaan we dus een huizen, allemaal huizen weer neerzetten. Zo. Het wordt nog groter. Het wordt weer wat anders. En er komen heel veel reacties soms. En reacties zoals, er zijn geen attracties open. En wij willen juist dat mensen wel gewoon leuke dingen kunnen doen in deze fun server. Dus we gaan ook allerlei jump maps maken in de toekomst. En allerlei gave dingen. Zoals er een attractie niet open is of niet of kapot, terwijl die wel automatisch is. Dan kan je dus gewoon lekker gaan jump mapperen. Dus dat is wel, dat is wel leuk. Er wordt in jullie gedacht, mensen. Er wordt in jullie gedacht. Of survivalen kan je ook nog. Je kan ook survival. Als je VIP kan je ook nog in de VIP survival of in de VIP creative kan je je kunsten uitslaan eigenlijk. Het zwemparadijs is ook open trouwens, weer sinds kort. Nou, even kijken. Hier hebben we meestal de achtbanen. Misschien zie je daar iets tussen, Kelly, dat je denkt van, nou, die ken ik niet. Of we hebben natuurlijk de Studio Coaster, is misschien nog vrij onbekend bij heel veel mensen. Misschien is de Woody, die is natuurlijk nog net nieuw, maar daar hebben we natuurlijk al met de video in gezeten. Mm-hmm. Hij staat er trouwens twee keer in, zie ik nu. Die haal ik even weg, heel droog. De Donald Mine, die ken je misschien ook al, Kelly? Die is heel... Dan hebben we nog Ik weet niet al die namen. Oké, het stoomslijder is even kapot, dus daar ga ik nog even zetten. Ik zet het gewoon bij kapot bij de boom. Kapot bij toetakeling boom. Rotapen. Met komma's, hè? Ja, dat is het beste. Ja, ik weet niet, dan kunnen we nog hier de Dark Rise. Heb je de Aladdin wel eens gezien, Kelly? Ja, die heb ik wel eens een keer gezien. Ja? Van binnen ook? Welke? Van binnen, de Aladdin ook. In het sprookjesgebied. Volgens mij wel. Oké. We kunnen er even naartoe om te kijken of het wat is. Ja. Dat is een attractie die we eigenlijk nog weinig in het nieuws hebben gezet. Of weinig in de video's. En dan gaan we dus naar, even kijken hoor. Hij moet hierbij staan. Het is een, even kijken. Dan kan je, het is een kinderattractie, kan hier bij staan. Dan staat hij waarschijnlijk bij Dark Rides. Want het is een Dark Ride. Hier staan de Dark Rides namelijk. Even kijken. De Dark Rides hier. Ondergang Kerkers, Aladdin de Rit. Ja. Hier, Aladdin. Nou, doe je Warp, Aladdin. En ik ga even iemand muten die heel erg rare taal praat hier in de server. En ik ban hem ook maar gelijk, want dat is heel raar. Mm-hmm. En waarvoor zullen we hem bannen, jongens, in deze video? Taalgebruik. Ja. Opvoeding. Sowieso. Opvoeding niet meegekregen. Zo. En er is iemand, goed dat ik het even zag. Ja, normaal let ik er niet op. En trouwens, kijk dat vuur, jongens. Wauw, hier moeten we in. Ja. Zeker. En hoe weet dat kasteelvuur, hoe weet hij dat? Weet hij dat? Dat is echt creepy, want hij zit niet in onze chat. Huh? Of zit je nog in Teamspeak? Ja. Kom maar, is het kasteelvuur bij ons? Nee. Heb je nog Teamspeak aanstaan? Nee, uitgemuut. Dat is raar, joh. Oké, nou ja. Enge zaak hier. Ik zal er een arrangeren. Het jammer is dat we nu met z'n vier zijn en dat er maar drie mensen in een karretje kunnen. Mm-hmm. Ga weg, kasteel. Dat is wel jammer. Heel stom, want deze attractie is volgens mij automatisch. Ik weet niet of de karretjes nog rijden, want soms lopen door de gebukte traincars lopen de karretjes soms vast. Maar... We gaan gewoon... Ik zie ze komen hier, dus... Ja, jawel, maar ze horen automatisch te gaan. Voor mij gaat mijn computer weer tekeer. Ja hoor, gaat weer lekker draaien. Oh. Bij mij ook. Oh, ja, nou ja. Hij is automatisch hier? Ja. Oké, nou dit is de Aladdin. En de Aladdin is eigenlijk een... meeste mensen vragen waarom staat dit gebied niet in Arabië? Aladdin is natuurlijk ook een sprookje. En we wouden wat attracties in het sprookjesbos. Omdat het anders zo kaal is als we alleen maar van die... Ja, van die... figuren maken, zoals Dumbo en Ratatouille. En daarom heeft Aladdin
En welke attractie hebben we nog meer staan? Even denken, jongens. Dat zou ik ook niet weten, eigenlijk. Even pittig, jongens. Ik weet het even niet. Volgens mij is Alan de enige ride in de attractie. De Small World staat toch ook in de buurt daar? Ja, dat is een perfecte. De Small World, die nog helemaal afgebouwd moet worden. Ja, er moet een hoop afgebouwd worden. Maar het is best... Ja, hoe noem je dat? Hé, de karretjes zijn uit elkaar. Ja, ik zie... Hij klitste. Ik was ook al aan het klitsen. Oh, je komt weer aan elkaar. Je komt weer bij me. Oké, cool. Harder trappen. Sneller. Het is wel een eer voor mij dat ik nu met twee draken in de attractie zit van Aladdin. Ja. En Aladdin is een beetje gebaseerd natuurlijk op de Fata Morgana. Je zal denken, waarom vergelijkt Vincent alle attracties met Efteling? Efteling is toch wel een heel commercieel park die iedereen wel kent. En ja, we zijn er weer pas geweest, hè? Dus dan de creativiteit haal je natuurlijk van foto's. Maar natuurlijk het beste van een bezoekje aan een pretpark. En daarom ga ik binnenkort, waarschijnlijk dit jaar sowieso, minimaal één keer. Maar de kans is groot dat ik twee keer naar Disneyland ga in één jaar. Ja. Oh. Bof komt. Ja, de boffert, hè. Oh. Oh. Met school en met Roy. Dus daar gaan we voor een paar dagen. Leuk, gaan we lekker naar Disney. Dan gaan we voor het eerst in de studio's. Want het is, dames en heren, precies 10 jaar geleden dat ik in Disneyland was. En ik kan het eigenlijk nog heel goed herinneren. Ik heb het al eens een keer gezegd in video's. De eerste attractie was... Het is net als Efteling. Je staat in een grote... rond gebied. En daar zijn een aantal thema's. Je kan naar de ingang van het kasteel. Je kan naar het piratenthema. Je kan naar de Space Mountain, richting Space Mountain. En die andere thema's weet ik niet uit mijn hoofd. Maar wij gingen als eerste in de Pirates of the Caribbean. En er stond dus iemand verkleed als Jack Sparrow voor een soort lint. En dat lint werd door hem weggehaald. En toen sprinten we uit eigenlijk enthousiasme. Ik was een jaar of 14, hè, daar moet je mee begrijpen. Sprinten we naar de Pirates of the Caribbean. En die attractie was... Ik weet niet meer precies hoe die ging. Ik weet dat het een schande is, maar... Ik weet wel het pratende skelethoofdje aan de bovenkant. Bewegende poppen en zo. Ja, het was ontzettend gaaf. Het was een prachtige attractie. En nou ja, 10 jaar later... Ik denk, ik voel me zo'n klein kindje weer als ik dadelijk in Disneyland weer loop. Dan ben je eigenlijk zo jong voor je dan, omdat je overal weer in wil. Je wilt daarin, je wilt dit zien, maar je kan niet alles tegelijk, maar je wilt het juist tegelijk. Is het kasteel voor je nou aan de tafel? Ja. Echt droog hoor, die kasteel weer. Kijk hem, daar zit hij, joh. En gewoon niet bewegen, hè? Oh, hij eet. Het is een dino, hè? Ja. 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 Dino familie. Ook. Ja. Geweldig. En natuurlijk leuk dat je alles... je bent toch al best lang bezig met het park in Disney-stijl. En dat je ook echt in Disneyland komt. Dat is ook wel leuk. Mensen zullen het heel raar vinden als ik inderdaad... Ja, kasteel, ik zie hem. Ik ga hem slopen. Hij probeert hem al te slopen, het karretje. Nee, het is inderdaad raar van Vincent. Ja, je hoort eigenlijk gewoon elke week in Disneyland zitten. Ja, maar het is ver weg en het kost een hoop centen. Disneyland is... Hoort er te wonen? Wat zeg je? Ik hoor er eigenlijk te wonen, ja. Maar ik kom er eigenlijk al bijna elke dag. Ja. Maar dan natuurlijk in een spelletje. Dat is natuurlijk totaal niet te vergelijken met een prachtig park. Sowieso. En natuurlijk het belangrijkste is natuurlijk de nieuwe studio attractie, Ratatouille. Die echt ontzettend veel geld heeft gekost. En dat lijkt me gaaf om dat te zien. Oh, kasteel, je kan er niet doorheen. Oh. Kasteel. Doei. Hoe komt het nou in godsnaam in die attractie? Ja, dat is echt bizar. Hij weet echt alle glitches. Serieus, hij weet alles te vinden. Hoe is die buiten? Hij TPA'd naar jou. Hij TPA'd erbij. Oh, slimpies. Ik dacht, hoe kan hij in vredesnaam daaruit komen? De kant in voor mij staat straks helemaal dicht. Nou, stel eens even de vraag. De vraag, jullie mogen allebei in... briljante, moeilijke vragen mij stellen. Gaan we de aflevering afsluiten, jongens. Dan hebben we weer een prachtig potje Disneycraft gedaan. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Ik weet natuurlijk al best wel veel dingen over Disneycraft. Je weet meer dan gemiddeld. Ja, het is gewoon zo. Ja, het is echt zo. We gaan binnenkort trouwens bespreken of Leroy medewerker. Dus wen maar aan Leroy, dames en heren. Oh. Ja, wen maar aan deze man, aan deze groene man.
Ben er maar aan. De groene... Groene dino. Groene die voor altijd hetzelfde gaat blijven. Ja. Dat beloof ik. Oh, tof. Ik hou je eraan, hè, meneer? Ja, is goed. Nee, we hebben je een vraag. Kelly, jij hebt een vrouw. Jij hebt een snellere vraag, denk ik. Ik ga lekker voor je staan zo. Ja, weet ik niet. Ik vind het een lastige vraag. Ik kan er geen antwoord op geven. Sorry. Weet jij nog alle mensen op te noemen die betrokken zijn geweest met het begin van Disneycraft? Oh, dat is een moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke. Sowieso Thijs. Thijsje, weet je nog? Thijs, ja. En ik weet dat Gio erbij was. Ik weet dat Rowie er ook heel snel bij kwam. Jij weet ook een paar namen, dat weet ik ook. Celine. Ja, tuurlijk, Salvero natuurlijk, maar dat was dan nog voor Waterdruppel. Ja, bedoel je, ja, Waterdruppel was toch de eerste bezoeker? Ja, zij was allereerste bezoeker in Disneycraft. Ja. En toen is zij ook gelijk medewerker geworden. Heel apart was dat, echt heel apart. Dat is gewoon uniek gewoon. Zo vet. Waterdruppel. Die gasten, want meer, we hadden wel een paar, denk ik. Maar voor Smokey Bruce? Smokey Bruce was ook, en ik weet niet of Gardo en Danny of die ook later erbij kwamen. Dat was later. Dat was later, hè? Ik stel je die vraag omdat ik het er pas met Erik over had. Ook tof. Dat is een hele leuke vraag. Weer herinneringen. En anders moet je even de beginaflevering van Disneycraft kijken. Dan zie je natuurlijk de vragen. Ja. En Kelly. Dus Kelly. Wel. Ja, ik weet echt geen vraag nu. Welke attractie ben je het langst mee bezig geweest? Jeetje. Ja. Ja. Jeetje. Het zijn moeilijke vragen, dus. Ik weet het. Ja, kijk, als je denkt van de Mickey-achtbaan is een houten achtbaan, dan is dat een hoop werk om al die fences te plaatsen. Nou, wel World Edit gebruikt voor een groot deel. Mm-hmm. Als je kijkt naar Warp Ondergang, zit dat echt heel vet in elkaar, heel groot met detail. Weet je wat het is? Disney World is bijna ook een van de grootste attracties die we hebben, maar dat hebben we met... Bijna alle mensen van de crew hebben daaraan geholpen. Scène voor scène heeft iedereen een stukje scène gemaakt. Waardoor het eigenlijk minder werk voor mij was. Dus ik kan daar niet over zeggen, want het was heel veel werk. Het was ook veel werk, maar voor mij niet. Voor iedereen was het heel veel werk eigenlijk. Nou ja, niet zoveel. Ik denk sowieso dat de dark rides het meeste werk kosten. Omdat je bij elke hoek moet je in de gaten iets... Moet je zeg maar... Je moet welke kant een kijker ook naartoe kijkt... Moet je mooi thematiseren. Ik denk dat de Disney Tour... Echt... Ja, die duurt bijna... Die hebben we gemeten. Nou ja, of met getimed. We hebben toen uitgerekend dat die 11 minuten duurde. Wow. Dus dan denk ik dat de Disney Tour... wel het echt... Ja, het grootste is van... heel, ook een symbool van de server eigenlijk. Ja, ik denk dat de Disney Tour echt het langste duurde met bouwen. Denk ik wel. Ja. Ja. Maar sowieso dark rides. Die zijn sowieso, kosten die veel werk. En dan de buitenkant niet, want dat is zo gedaan, een vierkant blok. En that's it bijna, bij wijze van. Details, hè? Ja, details, ja. En ja, dat kost veel. En... Nou zeg je wel wat, maar ik schiet me nou toch gewoon iets binnen. Ik denk dat sowieso ook de clownenval heel dicht in de buurt staat. Oh, ja. Ik laat nog even één ding zien waarom de clownenval zoveel tijd kostte. Ik zal je gewoon eventjes, anders tp even naar Leroy dadelijk. Dan gaan we even gewoon onder de grond bij clownenval. Kom maar mee. Waar? Huh? Daar. Dan doe even tp aan naar... Ik kan dat niet. Oké, okay, let op. We gaan even wat leuks doen. We gaan even kijken of we onder de grond kunnen. Dus wat we nu gaan doen is even deze deur er gewoon vinyl uitslopen. Weg. Zo. Dan gaan we eventjes kijken of we de deur weer terug kunnen plaatsen. En dan gaan we even dit hekje openen.
En dan ga je even kijken wat hier precies onder zit. En dat is best wel veel. Kijk maar even. Zeer benieuwd. Oh. Ja. Oh, hier zo. Deze kant. Waar? Even kijken. Oh, hier zo, ja. Okay. Is hier een karretje kapot? Dus het inrangeersysteem. Hier komen de karretjes binnen. Nou, en als je kijkt hier, dan zie je dat het... dat er meer dan 140 bordjes staan hier. Over de hele attractie. Zo. En dat zijn allemaal wireless redstone symbooltjes met lichten, vuurwerkeffecten. Hier staat zelfs een clown op een stoel. Die wordt gelanceerd. We hebben, ja, redstone. We hebben niet alles wireless redstone, maar ook gewoon met redstone gebruikt. Nou, we hebben zelfs een sneeuwballen effect techniek gebruikt. Zoals hier snow te zien is. Ja, dit is toch wel het meeste werk geweest, denk ik. En ook de binneninrichting van de clownenval. Ik weet niet of jullie het een beetje goed kennen, de attractie. Maar als we even hier naar boven gaan. En eventjes gewoon lekker even in de attractie kijken. Ik kan niet vliegen. Ja, tippen je maar. Oh. Kan ik dat dan? Ja, weet ik niet. Nee, kan ik niet. Zo. Kijk, dan zie je ook als je naar de scènes gaat. Volgens mij de scène hiervoor, dan moeten we even kijken. Dan moet je maar eens kijken hoeveel details daarin zitten. Ook bijvoorbeeld met zo'n kamer. Nou, deze is ook wel leuk. Dit kost gewoon heel veel tijd, omdat je gewoon... Ja, je bent gewoon lekker bezig. Maar deze valt nog redelijk mee, maar... Gewoon het idee bedenken ook. Kost tijd en... Ja, ik denk dat deze attractie toch wel... heel veel moeite was om te maken. En heel veel werk kostte. En hier zo met de prijsvraag... Voor wat hier zo moest komen? Klopt. Ja, dat weet ik hier ook nog. Hier, inderdaad, het heeft iemand bedacht. Wat zou hiervoor komen? En toen heeft iemand een boot ingestuurd. En die hebben wij klein nagebouwd. En die is er hier gekomen, ja. Wow. Die ik nou gewoon nog even live aan het verbeteren ben. Kijk eens. Weet je wat ik ook meestal doe? Dat hebben we toch nog gebouwd in de video, weet je wel. Heeft de video toch nog een goede boodschap. Ja. Ik zeg, nou, bedankt voor het kijken, mensen. Bedankt Kelly en Leroy. En ook Kasteelvuur, die het niet hoorden, van meedoen aan de video van Disneycraft aflevering 83. Heb je een leuke vraag, meld het onderin. En wie weet beantwoorden de volgende keer in de volgende Disneycraft video beantwoorden we hem. Vergeet je niet even aan te melden op het forum. Dat is www.davinstelforum.nl. Dus als je niet naar die website gaat, dan kom je op ons forum. En dan kan je dus meer lezen over Disneycraft 2.0. En natuurlijk meer te weten komen over medewerkers, over bezoekers zoals jij en ik. Ja. Ja, ik voel me een bezoeker, dus ik ben ook bezoeker. Ja. En dan, het is gewoon gaaf, want we hebben al meer dan 450 leden op het forum. En meer dan 5000 berichten verspreid over alles. Ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes. En bedankt voor meedoen, nogmaals. En tot de volgende video. Alsjeblieft. Hey. Doei, doei. Enthousiasme? Doei. Hey. Want Kermit hier uit Zeesomstraat. We gaan langs Ernie. Hallo Ernie. Oei. Supicht. Hoe gaat het met jou? Oei, je bekeert het. Oei. Ernie. Volgende keer mag jij mij niet meer vergelijken met Bert. Stellage.